Oh. Zijn dat de mannen of watten? Oh, hier zit Orsen. Maar hallo allemaal, mijn naam is Unagis. Moesten jullie mij niet kennen? Maar naar waar is Nathan heen zit, kun je wel vragen nu, ja. Dat komt je allemaal te weten in deze video. Dus like, nu, en laat de typical intro maar komen. Oh, yeah, yeah. Where are you now? Ik heb eigenlijk een van de vaagste plekken in mijn huis uitgekozen om deze video te doen, maar dat maakt niet uit. Voor de nieuwe mensen die mij nog altijd niet kennen, ik ben Unagis, ik ben ook een YouTuber. En dat is het. En hij had in 1 seconde tijd aan mij gevraagd via Skype: hey, Ryan, kun je een video voor me maken? En toen zei ik: hey, wist je dat ik dat kan? En ja, nu zijn we hier. Maar wat is hij nu eigenlijk gaan doen? Die is iets gaan doen van een 100 kilometer wandelen en nog iets anders gaan doen met iets van een leiderscursus of I don't know. Maar ja, deze video moet toch in de stijl zijn van hem. Dus ik ga eens even denken wat hij altijd doet in zijn video's. Pak gewoon voorwerpen uit een huis. Oké, ik ga dat doen. Hey, kijk wat ik heb gevonden. Kijk, dat is dus een zak die je aan je nek moet zetten als je pijn hebt. Ja. Hey guys, kijk wat ik heb gevonden. Zo'n Action Man, holky tolky. Wow, hier deed ik zo vroeger altijd mee zo van. Allee, zo wakiki. Oké, nee, waarschijnlijk slaagt deze video echt totaal nergens op. Maar dit is een video, dus een video is een bestand. Dus een video moet ik maken, ja. Omdat ik toch zo'n handicap ben, wil ik nu iets proberen met jullie. Ik heb mij al heel lang afgevraagd hoe dat een pannenkoek in het gezicht voelt. Dus weet je wat, ik ga dat doen. Oké, dus dit is de ijskast. Pannenkoeken. Oh, hier is ze. En nu wachten, en wachten, en wachten. Nou, hier is het als, mannen. Oké, dus ik moet nu serieus een pannenkoek op mijn gezicht leggen. Eens proberen. Oh. Oh. Wat doe ik met mijn leven? Ja, zo voelt dus een pannenkoek in het gezicht. Hey, maar guys, ik heb goed nieuws voor jullie. Ik upload wel nog, terwijl hij weg is. Dus kijk mijn video's nu. Trouwens, wat zitten jullie nu te doen in de paasvakantie? Ik vraag me dat eigenlijk wel af. Eigenlijk niet, maar zet het maar in de comments. Dan heb ik een paar comments. Oh, guys, kijk wat ik nog heb gevonden. Een blokfluit. Een halve blokfluit. Maar ik ga er toch op proberen te spelen. Ja, nee. Voor naar dit soort video's te kijken moet je echt gewoon niet nadenken. Je moet gewoon je hersenen op nul zetten en gewoon die video kijken met zo'n hoofd. Voel ik mij al de funny guy NL? Hoe vinden jullie eigenlijk mijn imitatie van hem? Is dat goed? Nee, eigenlijk niet. Oh ja, trouwens, omdat hij toch zo lang weg is, dus eigenlijk bijna heel de paasvakantie, maar 3 dagen denk ik dat hij wrijft, zou ik terug moeten uploaden, ja of nee? Laat dat maar achter. En wat moet ik dan doen in die video? Laat dat ook maar achter. Maar eerst zien of dat die dat wel wilt, maar dat maakt mij ook niet uit. Ik ga nu nog wat voorwerpen zoeken die ik aan jullie kan tonen. Lego! Oh, ben ik al een zak. Ja, nee. Ja, voor de mensen die zich afvragen waarover dit gaat of op wat dit slaagt. Het slaagt eigenlijk op niks en het gaat eigenlijk over niks. Zoals elke video bij mij en ook wel bij hem. Denk ik, hè. Geen flip krijgen. Rustig blijven, ja? Oké, ja. Om nog iets speciaal te doen in deze video ga ik mijn hoofd in doen met plastic of zo. Oh, oh, is het al kapot? Ja, nee. Ik ga mijn hoofd in dat plastic zetten. Yo kijkers, van de Plastic Hoofd NL. Mijn naam is Plastic en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe plastiekige commentary. Oké, maar nee, even serieus mensen. Ja, zo kunnen jullie mij niet serieus nemen, maar oké. Hebben jullie genoten van deze video? Waarschijnlijk echt niet. Maar laat dan zeker een like achter bij de 500 likes. Kom ik misschien zelf wel terug in deze paasvakantie, omdat hij toch 10 miljoen jaar weg is. En dan zou ik zeggen van, ja, check mijn kanaal uit als je mij ook een dikke mongol vindt. En dan ja, zou ik zeggen, ja, like en abonneer op mij. En ja, joe.